mensen met mijn groep nog. Dat is zo'n buur, want je zit uiteindelijk in de Wallenbuurt. En als je dan een koffiehuis op kan houden in deze buurt, dan moet je echt hebben van geweest. Cadeau. Ja. Heb het altijd over klein geld en een kleine geld. Een 1000 gulden, 5. Gewerkt voor de winkeliersvereniging moest ik dus kerstmanen. En dan kom ik in Café Belmonde, nou, twee van die razendsnelle jongens, weet ik wel. En, kerstman, konjakkie. Ik denk, nou, dit gaat wel in. Maar na de derde begon ik al een beetje zelf te regelen wat ik kreeg. Dus mijn baard zat hier. Heb ik horen vertellen. Ik weet het zelf. Hoi hoi. Beste mensen, goed. Laten we nog weer eens dansen. Net als vroeger. Daar weet jij helemaal niks van natuurlijk. Wij hebben iets georganiseerd met Laszlo. Laszlo, dat is jouw gabberdap uit Luxemburg. En via zijn vrienden ben ik benaderd. En ze hebben mij gevraagd om jou ook te vragen naar het geval. Ja. En dat is moet hier om 3 uur zijn, dat is op Café Mexico. Op de Zeedijk 46. Ja, maar je kunt toch wel even 20 minuten of een half uurtje weg, maar. Wacht hier om 3 uur met Rick. Want dan kunnen we het feest gaan beginnen. Ja, 3 uur. Ja, dan neem je die mee. Van twee jongens uit dienst. En die hebben mij benaderd. En toen zeg je, weet jij ook nog hier mensen? Ik zei, nou die komen zeker, dat is Ben, Ricky en... Nee, dat heeft er niks mee te maken, jongen. Dat heeft er niks mee te maken. Het is een reunie van die jongens, maar die willen zoveel mogelijk vrienden bij. Allemaal de beste wensen. Heel gelukkig. Goed gedaan. Speelde ons van mijn leven.
degenen die hier aanwezig zijn. Het zijn uiteindelijk vrienden van deze twee mensen. Deze twee mensen die 25 jaar een zaak hebben in onze buurt, onze aparte buurt, waar wij allemaal ons kosje eten en drinken. Waar we nog rustig een bakje koffie kunnen drinken en waar we nog rustig ons broodje op kunnen eten. Een koffiehuis. Ricky en Ben. Als afgevaardigde op het ogenblik wil ik jullie namens al diegenen die hier aanwezig zijn geluk wensen met het 25-jarig bestaan van jullie zaak. Al degenen die hier zijn, die hebben een kleine bijdrage gedaan. En Kuk, die naast je staat, die heeft zijn benen uit zijn kont gelopen om alles bij elkaar te krijgen. Dat is echt het rat. En ik wil jullie dit ook veranderen. Je hebt het altijd over klein geld. En dan krijg je ook klein geld. Alsjeblieft. Ik hoop dat jullie er een mooi ding mee hebben. Want dit is een leuke dag. Hey. Ik voelde wel dat er de laatste tijd, zou ik jou vreemd doen. Ja, je doet altijd vreemd, maar nu even anders vreemd, extra vreemd. Maar ik had niet gedacht, nee. Ik dacht, ja, het zal wel uitdraaien op Kuk. Maar het is te gek. Ik ben er heel vereerd mee. Echt. Met ons werk. Maar, wat dacht je van Rick? Want die is de baas hoor. Ja, er staat, zij is, ik kan net zo goed weggaan ook, want dan wordt het nog drukker waarschijnlijk. maar ik blijf erbij om het de zaak in de gaten te houden. Ja, daar ben ik voor. Anders loopt het uit de hand. Goed zo. Ja. Wil jij nog wat zeggen? Ik wou wel een beetje drinken hebben. Drink niet. Daaronder, een verjaardag staat onder gezocht. Ja. Oh, ik krijg een consumptiebord. Ja, dat is heel verstandig. Ja. Dan ken ik het helemaal van het schuiven, want ik heb het wel nodig, jongens. Ja, wat wil je drinken? Een cola met een tikkie erin. Een cola met een tikkie? Ja, graag. Zet twee cola met een tikkie. Ja, ik heb er nog één over voor de lege cola. Cola met de pikje erin. Ja, met de pikje erin. Ja. Ik maak een wijntje. Rode. Het zijn twee dagen te laat eigenlijk. Nog drie dagen. Het feest kan beginnen. Vanaf nu. Dan brengt een jovel pirement bij ons wat muzikale zonneschijn. En zodra het orgel draaien gaat, komt iedereen op straat. Want niet één die zou meer binnen kunnen zijn. Tante Daantje laat de tobe even staan. Want op dansen zijn we dol in de Jordaan. Als het orgel speelt, komt de oude in de vlak. Een hassebassie lust. Er is geen Jan die niet op tijd een aardig meisje.
glaasje geust. En zie je er wel eens een die aan de glaasje Fosco zit? Dat binnen de nieuwe wetsen, die laat je maar zwetsen. Die doen niet anders dan kletsen, zonder pit. Maar een reële toffe haaien Jan, dat is een brok graniet, een echte man. Dat zijn onze Jantjes, dat zijn onze Jantjes. Dat zijn onze jongens met de barilla. De boys met de versies, en zeven de kruisjes. Dan zien onze meiden allemaal even graag. Ik hou veel van een verzetje als het zo komt op zijn tijd. Nou, ik vraag je mens, wat leid je? Zeg maar wat je verblijft. En ik wil bij het orgel gaan dansen. De kriebel zit mij in mijn bloed. Als ik het orgel hoor spelen, kan niets me meer schelen. En dan sta ik in vuur en in gloed. Gezegd. Mijn kind vertrouw het manvolk niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek, alleen na tijdverdrijf. En ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan de lijf. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. De meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolaat. Je zegt op alles ja. Je voelt je veilig en vertrouwd. Zolang je 50 centimeter van je lijf afhoudt. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Dag moeder, dag ouwe, en ik schrijf je gauw, als jij mijn portretje beziet. Dan moet je niet huilen, het is beter zo, maar zei me, ik deugde hier niet. En als ik repeer in dat warme land, als ik voorgoed van die aarde verdwijn, mijn laatste gedachte, mijn laatste groot, zou voor jou, ouwe staken. Ja, nog een keer, nog een keer. Hé, links en rechts, hè. Hou je op.
meteen op. Ik zie het meteen op. Jij links en ik links. Amiel, je zijn er voor ons, man. Eens de golfjes van de Amstel mengen met de deining van het IJ, waar het carillon de Westertoren klingelt door de lucht zo vrij en blij. Waar ik eens gespeeld heb met mijn makkers, waar ik ben geworden wat ik ben. Dat, ja, dat is de mooiste stad die ik op de wereld ken. Amsterdam, er is geen stad die